Examen 2016, tijdvak 1, wiskunde A, de vragen 4 tot en met 6. Gaat over duiken, het is een mooie sport, maar niet ongevaarlijk. Want je zit ook met de druk op je, van het water op je lichaam. Nou, dan heb je dus een formule die het verband tussen de druk en de diepte weergeeft, zoals je ziet. Dus weet je de diepte, dan weet je ook de druk op je lichaam. Nou, duikorganisaties adviseren recreatieve duikers om de druk van het water op het lichaam niet hoger te laten worden dan 5 bar. Dus P moet niet groter worden dan 5. Dus laten we eens even gaan kijken hoe het zit met P is 5. Dan ga ik in die formule zetten. Dan kan ik mijn grafische rekenmachine gebruiken. Dan heb ik 2 formules en dan krijg ik een grafiek, snijpunt. Dat kan. Ik kan ook die 1 aan de linkerkant brengen, zodat er links staat 4. En dan kan ik links en rechts gaan, dan kan ik kruislinks gaan vermenigvuldigen. Dus dan krijg ik D keer 1 en 4 keer 10. Er staat 4 eenden. En dan vinden we dus dat D 40 is. Dat betekent dus dat je maximaal 40 meter diep kan gaan of mag gaan. We gaan naar vraag 5. Nou, je neemt dus een duikfles mee als je gaat duiken. En de hoeveelheid perslucht L wordt uitgedrukt in bar liter. Nou, ik heb een voorbeeldje. En daarin staat dat als je een duikfles meeneemt van 15 liter. En die vul je tot een druk van 200 bar. Dan is de hoeveelheid perslucht, dus L, is 3000 bar liter. Maar je hebt ook een formule. En daarmee kun je dus berekenen hoeveel perslucht voor een duik je mee moet nemen. Dus dan heb je P nodig en T, de tijd in minuten. En P hebben we al, daar hebben we al een berekening mee gedaan op de vorige bladzijde. Nou hebben we dus Jan en die wil een duik gaan maken van 3 kwartier. Hè, dus T is 45 naar een diepte van 19 meter. Dus D is 19. En als ik D weet, dan weet ik ook P, want die formule heb ik op de vorige bladzijde gebruikt. En als ik T weet en P, dan kan ik dus die formule gebruiken die hier staat. Nou, hij gebruikt een duikfles van 12 liter en die vult hij tot een druk van 200 bar. Als ik ga kijken naar het voorbeeldje, dan kan ik dus berekenen hoe het zit met L. Dus wat hij meeneemt. Nou, bereken of Jan hiermee deze duik kan maken. Dan gaan we kijken wat er in de duikfles zit. Dat is ook de makkelijkste berekening. Want je duikfles heeft een inhoud van 12 liter. En wordt gevuld tot een druk van 200 bar. Dus dan heb je 2400 bar liter. Maar wat heb je nodig? Daar hebben we die formule voor. En we weten eigenlijk alleen maar die hoofdletter T. 45 minuten. En nou, we kunnen P ook berekenen omdat we D hebben. Dus P is 2,9. Dus dat is een kwestie van invullen. Dus hij heeft 2610 bar liter nodig. Hij neemt 2400 bar liter mee. Dat lijkt mij niet verstandig. Dus het antwoord is niet doen of nee. Nou, we hebben een meer in de provincie Zeeland. En het is nergens dieper dan 25 meter. En hij vult zijn duikfles met 2400 bar liter. Dat betekent dat L is 2400. En hij heeft verschillende mogelijkheden. Hij kan niet zo diep duiken. Dan kan hij lekker lang onder water blijven. Maar hij kan ook zeggen, ik ga lekker diep duiken. Maar dan kan hij, korter onder water blijven. En dat betekent dat hij dus voor zijn duik een grafiek kan tekenen. En dan kan hij dus T verticaal uitzetten tegen D horizontaal. En we hebben dus een figuur op de uitwerkbijlage. En dan kunnen we een grafiek optekenen. Nou, horizontaal dus D, verticaal dus de hoofdletter T. Nou, we hebben een paar formules hebben we al gekregen waarmee we wat kunnen doen.
Want we hebben de formule voor P, als we D weten. En we hebben ook L is 20 keer P keer T. En we weten dat L is 2400. Dus met andere woorden, 20 keer P keer T is 2400. Volgens mij kunnen wij hier wel wat mee. Want het is namelijk zo, horizontaal heb je dus D. Dus ja, dat staat eigenlijk vast. En we moeten dus achter de hoofdletter T komen. En die staat hier in de formule. En als ik dus P weet, dan weet ik eigenlijk ook T. En als ik mijzelf een beetje makkelijk maak om T te berekenen. En ik ga links en rechts even delen door 20P. Kijk, om T te berekenen heb ik dus eigenlijk alleen maar de letter P nodig. En ik kan achter de letter P komen met de formule die hier rechtsbovenin staat. En dan heb ik alleen maar D nodig. Nou, en die heb ik daar dus al staan. Dus laat ik beginnen bij D is 5. Hoe zit het dan met P? Dus dan krijg ik 1 plus 5 gedeeld door 10 is 1,5. En kan ik dus berekenen hoe het zit met hoofdletter T. Dus 80. Puntje zetten. D is 10. Dan is P dus 2. En hoe zit het dan met de hoofdletter T? 60. Puntjes zetten. Nou, dat doen we ook voor D is 15. Puntjes zetten. Dat doen we voor D is 20. En dat doen we voor D is 25. En we tekenen daar een mooie kromme doorheen. En dan hebben we deze vraag ook beantwoord voor alle punten. En dan zijn we aan het einde gekomen van deze video. Tot de volgende keer.